Paragraaf 4.3 gaat over spanning en rek. Dat zijn twee nieuwe begrippen. En wat leren we nu in deze paragraaf? Nou, we gaan vooral kijken naar de sterkte van materialen. Dus tot hoever kunnen we bijvoorbeeld een staalkabel in een brug belasten voordat die begint met scheuren totdat die breekt. Je kunt ook denken aan de sterkte van gebouwen, wolkenkrabbers die harde wind of een orkaan moeten kunnen doorstaan. Dus we gaan vooral kijken naar hoe je dat kunt doorrekenen. Wanneer is het te veel geworden voor een kabel? Bruggenbouwers die werken heel veel met dit soort rekstrookjes, zo heten die sensoren. En die zijn geplakt op een staalkabel. En ja, die informatie gaat naar een computer en die houdt van al die rekstrookjes de informatie bij. En er gaat dus een alarm af wanneer bijvoorbeeld een bepaalde limiet is overschreden. En dan wordt er een brug afgesloten voor verkeer. Want die belasting, het gewicht van het verkeer, die moet weg. Anders gaan er ongelukken gebeuren. Nou, om dat allemaal te kunnen zeggen, dus om veilig te kunnen construeren, hebben we een aantal begrippen nodig. Nou, hier staan de leerdoelen, dus dit leer je allemaal in deze paragraaf. We moeten een verschil maken tussen uitrekking en rek. Die woorden lijken veel op elkaar, maar bij natuurkunde zijn het net wat andere dingetjes. En daar hoort een formule bij en die heb ik dan hier gepresenteerd. Dan zie je hier een Griekse letter epsilon, een omgekeerd drietje. Ja, dat is de rek. Dan zie je delta L en een L0. Die delta L is de uitrekking en die L0 is de lengte van een kabel zonder dat er een belasting aan zit te trekken. Zijn oorspronkelijke, zijn eigen lengte. Dan hebben we een ander begrip, spanning. Nou, en hier gaat het om. Die spanning die kunnen we uitrekenen door de kracht die eraan zit te trekken aan zo'n kabel te delen door de oppervlakte van die kabel. En daar komt dan spanning uit. Nou, en als deze waarde nu boven een bepaalde limiet komt, dan kunnen we zeggen van oké, stoppen jongens, nu wordt het gevaarlijk. Het gaat dus om deze spanning. En dit is de Griekse letter S, sigma. En dan als we vergelijking willen maken tussen materiaalsoorten. Hè, jij als constructeur van een gebouw, bijvoorbeeld een architect, die moet materiaalkeuzes maken. Een ontwerper ook. Dan kunnen we materialen onderling vergelijken wat betreft hun sterkte met het nieuwe begrip elasticiteitsmodulus. Dat is deze letter E. En dan zie je dat ik de spanning moet delen door de rek. En er komt daar een getal uit. En dat is een materiaaleigenschap, deze hoofdletter E. En die heeft alles te maken met het breken van die materialen. Dan gaan we in grafiekvorm onderzoeken hoe we gevaar kunnen herkennen. Ja, dat is dus wat er allemaal terugkeert in deze paragraaf. Laten we beginnen met uitrekking en rek. Ik heb hier heel schematisch een staalkabel getekend met de kracht die je eraan trekt. En zelfs een staalkabel is een beetje elastisch. Bij een elastiekje zie je dat heel duidelijk. Maar ook een staalkabel, als dit tienduizenden of honderdduizenden newtons aan kracht is, gaat wel een beetje oprekken. Dus die wordt een beetje langer en hij wordt ook een beetje dunner. Nou, die lengteverandering, dat noem ik die uitrekking. En dat noteren we als delta L. Delta is altijd een verschil. Een verschil tussen zijn nieuwe lengte, L nieuw, en zijn L0, zijn oorspronkelijke lengte. Zolang hij zelf is als er geen kracht is. Nou, dat is dus uitrekking. En dan ga ik aan jullie vragen met deze informatie hoeveel dan de uitrekking is. Als ik zeg zonder belasting is de kabel 5,00 meter lang en met belasting is de kabel 5,01 meter lang. Wat is dan de uitrekking? Wat kan ik dan hier invullen? Roep maar jongens.
Het is een heel simpel rekensommetje. Kijk maar terug naar die formule hier. Ik vraag naar delta L en ik geef je twee getallen die je hier invult. Dus wat wordt dan die uitrekking? Niemand? Hallo. Eerste. Hallo. Hallo, Duncan. Zie je Duncan? Oh ja, Duncan. Vertel maar. De eerste, dat is dan 0,01 meter. Ja, inderdaad. Als het goed is, heb je deze rekensom gemaakt, hè? Ja. Ja, inderdaad. Dan kunnen we dit soepel omrekenen naar centimeter en millimeter, jongens. Dat zal vaak gebeuren in dit hoofdstuk. Daar willen we geen foutjes in maken en punten verliezen. Hè? Hoeveel centimeter is dat? Het is 1 centimeter, want het is keer 100. Inderdaad, 1 centimeter. En voor de millimeters moeten we keer 1000, dus duizend dan doen. is Dus het 10 millimeter. millimeter. Ja, inderdaad. Goed zo. Dus dit is de uitrekking, deze berekening. Dan gaan we door. Dan gaan we nu naar de rek kijken. En in woorden is dat de uitrekking delta 0 ten opzichte van onze oorspronkelijke lengte L0. Dus in formulevorm is het een deelsom. Delta L gedeeld door L0. Oké, laten we teruggaan naar die kabel. Even deze komt zo meteen. Als ik dat voor de kabel moet doen, nou hier zie je dan de uitwerking van de uitrekking, 0,01 meter. En die moet ik dus delen door zijn oorspronkelijke, zijn eigen lengte zonder de kracht. En dat is 5,00. Nou, die deelsom die wordt hier gemaakt. En de rekenmachine vertelt mij dat is 0,002 zonder eenheid. Want ik deel een lengte in meter door een andere lengte in meter. En dan streep je dus meter tegen elkaar weg, boven en onder de deelstreep. Dus rek heeft geen eenheid, het is gewoon een getal, 0,002. Nou, en soms zie je wel eens de rek in een percentage uitgedrukt. Dus dan moet je deze rek nog vermenigvuldigen met 100% en dan komt er 0,2% uit. Ja, maar als je moet rekenen, dan moet je niet met het percentage rekenen. Dan zul je je gegeven percentage eerst moeten delen door 100. Dan krijg je een getal. En met dat getal kun je dan rekenwerk uitvoeren in formules. Ja, dat is dus de rek. En nu deze, jongens. Ik ga nu een beetje de informatie door elkaar husselen. En ik geef je deze opdracht nu. Een kabel heeft een onbelaste lengte van 2,5 meter. En hij krijgt een rek van 0,002. En de opdracht is nu om de nieuwe lengte te berekenen. Laten we even samen kijken naar de informatie en dan gaan jullie hem proberen zelf op te lossen. De onbelaste lengte, welk symbool uit de formules is dat die we hier lezen? Roep maar. Als we straks willen invullen, dan zal er wel wat. Moet je wel weten op welke plek. Op welke plek ga ik straks 2,5 invullen? Ja, ik ga het echt niet verklappen hoor, want heel moeilijk is het niet. Jongens, ik wil graag dat jullie wat actiever meedoen nu. Dus roep maar gewoon. Is het L0? Is het L0, meneer? Inderdaad, heel goed. Dit is L0. Dat gaan we straks invullen daar. L0 is 2,5 meter. En hij krijgt een rek van 0,002. Welke letter is dat dan? Delta L? Nee, dat is de uitrekking. Ah. Delta L is uitrekking. Die omgekeerde driehoek. Ja, inderdaad. Dus delta L is niet de rek, het is de omgekeerde 3 en dat is de epsilon. Dat is de rek.
En dan kan ik dat als Griekse letter eventjes invullen als symbool. Zo, dat is hem. Zo wordt het. Oké, okay. En de nieuwe lengte, waar wordt naar gevraagd? Naar welke letter? Nou, het staat daar gewoon uitgeschreven in de formules. Delta L. Delta L heeft als benaming uitrekking. Oh. En niet nieuwe lengte. Oh, gewoon L nieuw dan. L nieuw, ja, dat is het. Juist. Je ziet wel, bij zo'n vraag en met twee formules moet je echt wel eerst even stilstaan bij waar ga ik al die getalletjes nu invullen in de formules, want anders kom je daar niet goed uit. Oké. Okay. Kijk nu even goed naar de formules. Ik heb dus een L nieuw nodig om uit te rekenen. Dat betekent dat die andere twee bekende waarden moeten zijn. Ik moet delta L weten en ik moet L0 weten. Ik ga die formule, die tweede formule, eventjes anders opschrijven. Kijk maar mee of je dat begrijpt. Ik doe die delta even zo uitschrijven. Plus L0. Ja, ik heb die L0 naar de andere kant gehaald van is. Zoals je bij wiskunde doet. Welke gegevens van deze ken ik al? Kijk naar onze informatie. L0, hè? L0 staat gewoon in de tekst. En ken ik delta L? Nee, die staat niet in de tekst. Zo, ik heb hem nu zo ingevuld. Ik ben bijna klaar, want dit is mijn antwoord, hè, hier achter de is. Dat is L nieuw. Maar ik kan niet verder voordat ik deze weet. Hier, deze. Ik moet delta L weten. Hoe kan ik dat doen? Nou, ik heb nog die bovenste formule. Die kan mij daaraan helpen. Want wat staat daar in die bovenste formule? De rek 0,002 is gelijk aan delta L gedeeld door L0. En die heb ik in de tekst herkend als 2,5. Zo. Deze formule kan mij delta L geven. Rekenen jullie maar delta L eens uit. Dus je moet die formule gaan ombouwen. Hoe groot wordt delta L hier? Reken maar uit, jongens. De opdracht ligt nu even bij jezelf. Dus pak je rekenmachine of je telefoon erbij. En reken maar uit. Hoe groot is delta L? Nou, ik hoor graag van je hoor. Kom maar. 0,005. Welke rekensom past daarbij? 0,002 keer 2,0. Inderdaad. Dat is Dani, hè, denk ik. Ja. Oké. Okay. Welke eenheid is dat eigenlijk? Nou, ik heb die lengte in 2,5 meter ingevuld. Dus delta L is ook zoveel meter. 0,005. Oké, okay. Dan kan ik hier invullen. 0,005. En ik tel daarop 2,5. En dan krijg ik 2,505 meter. Bij dit soort rekensommetjes, jongens, moet je de significantieregels niet gebruiken. Omdat die uitrekkingen zo klein zijn,
Als je zou afronden, dan zou dat allemaal verdwijnen. Dan is de nieuwe lengte gewoon gelijk aan de oude lengte. Oké, dan gaan we door. Nou, dit is dus een rekenvoorbeeldje hoe jij moet kunnen omgaan met deze twee formules. De uitwerking vind je hierachter. Oké, even kijken naar de leerdoelen. Het verschil tussen uitrekking en rek en oefenen met die formule van de rek, dat hebben we nu gedaan. We gaan nu naar de volgende, naar de spanning. Dan moeten we eerst goed weten, jongens, hoe zit het ook weer met de oppervlakte van een cirkel? Welke formule heb ik daar? Oppervlakte is lengte, het symbool A van area. Welke formule voor oppervlakte cirkel heb ik? Als je daar over twijfelt, kijk dan in het bruine deel van Binas. De bruine pagina's. Dat is het wiskundedeel. En daar staat die gewoon in. Het is zonde als je hier punten verliest door de formule van omtrek te gebruiken. Ik wil die van oppervlakte hebben. Weet iemand die misschien uit zijn hoofd? Iets met pi. Pi en dan keer r kwadraat. Ja, dat is de formule pi r kwadraat. Dan gaan we eens oefenen met die spanningsformule. Maar dan zullen we eerst even stilstaan bij de a. Die a is dus wiskundig oppervlak. En wij krijgen hem heel vaak met de benaming dwarsdoorsnede gegeven. Ja, dwarsdoorsnede, daarmee wordt dus die a bedoeld. En ik wil van jou nu weten, hoe groot is de a? Als ik je vertel dat de dikte 80 centimeter is. Hoe haal ik uit die informatie over dikte de straal? Hoe groot is dan de straal? Als de dikte van je kabel 0,80 centimeter is, hoe groot is dan de straal? 10 is toch diameter? Ja, inderdaad, heel goed. De dikte is de diameter. Die gaat van rand tot rand. 0,40 En de straal is dan de helft, 22. inderdaad, ja, 0,40 centimeter. Heel goed, ja. Maar het past nog niet zo mooi met eenheden, want ik moet de oppervlakte straks in de formule in vierkante meter invullen. En ik krijg de straal in centimeter. Dus ik moet hier nog even een omrekening maken. De straal is dus 0,40 centimeter. 0,004 toch? Ja, delen door 100. Dus het wordt 100 keer kleiner. Heel goed. Zo, dit is hem. Twee nulletjes aan de voorkant erbij. Heel goed. En wat is dan de oppervlakte? Nou, dan kan ik nu gewoon de formule invullen. Dat is pi keer. En dan de straal in meter in het kwadraat. Zo, nou, dan ga ik even uitrekenen. Daar komt 5,0. Het is een heel klein getalletje. Dus ik ga met een 10-macht werken. 5,0 keer 10 tot de min vijfde. Vierkante meter. Dus even de zaak is, hoe groot is dat dan? Nou, dat is een 5 met 5 nullen aan de voorkant. Zo. Ja. Oké, nou, we hebben deze vraag nu beantwoord. Bereken de oppervlakte van de dwarsdoorsnede in vierkante meter. Soms, hè jongens, krijg je geen dikte of straal, maar krijg je dit als informatie. Deze bijvoorbeeld. De dwarsdoorsnede is 20 vierkante millimeter. Oké, hoe groot is dan de a in vierkante meter? Kunnen we dat allemaal goed omrekenen, zoals we dat ooit hebben geleerd in klas 1, denk ik, of groep 8 zelfs. Dus de vraag is nu, hoeveel vierkante meter is dit nu eigenlijk? Ik ga nu niet met die pi r kwadraat formule aan de slag.
Dat is helemaal niet nodig. Ik moet hier gewoon delen door het juiste getal. En wat is het juiste getal? Wat komt hier nu te staan? Ja, van millimeter naar meter. Wat moet je daar doen, jongens? Delen door. Kom maar, jongens. Vertel het maar. Duizend. Duizend, ja. Maar als we nu die kwadraatjes moeten gaan doen. Van vierkante millimeter naar vierkante meter. Is dan delen door. Nou, daar komt ook het duizend kwadraatje. Keer duizend. Ja, inderdaad. 1000 keer 1000. Dat is dus 1 miljoen. Delen door 1 miljoen. Dus dat is, even kijken, 10 tot de zesde is dit. Delen door 1 miljoen. Ja, dat ga ik hier zo invullen. En dat ga je dus in je rekenmachine ook zo moeten intikken. 20 keer 10 tot de macht. En dan min 6. Zo. Dat is ook delen door 1 miljoen. Ja, dus je kunt op twee manieren aan het werk worden gezet bij die oppervlakte. Of je moet werken via de dikte, diameter en straal. En dan ga je met pi r kwadraat aan de slag. Of je krijgt de oppervlakte al in vierkante millimeter. Maar je bent verplicht in de formule te werken met vierkante meter. Dan moet je dus die 10 macht toevoegen. Oké, nou. Deze vraag is nu behandeld, deze. Ik heb even het getallenvoorbeeldje van die straal van 0,40 centimeter. Hier heb ik de oppervlakte even herhaald. Want we gaan nu kennis maken met die nieuwe formule van spanning. Er zit een spanning in het materiaal. En als die een waarde overschrijft, dan gaat het mis. Dan gaat het breken. Stel je voor, ik hang hier een massa van 200 kilogram aan. Met welke kracht wordt er dan getrokken hier, jongens? Want ik heb kracht nodig om in te vullen in de formule. Kracht is... Hoe groot is die kracht? Hoe ga ik het uitrekenen? Welke formule helpt me daarbij? M keer G, toch? Heel goed. Het is de zwaartekracht van die 200 kilogram. Die zit te trekken aan de kabel. Dus ik ga M keer G doen. Dat is 1962 newton. En dan kan ik nu ook de spanning uitrekenen. Dat is 1962 delen door die oppervlakte die we net al hadden uitgerekend. En met die straal van 0,40 centimeter. Daar komt het getal uit. Even ruimte maken hieronder. Oh. Wat is hier de uitkomst van? 1962 gedeeld door 5x5. 39 miljoen. Wat is de eenheid? Nou, kijk wat ik invul in de formule. Newton delen door vierkante meter. Newton delen door vierkante meter. Vergeet die eenheid niet bij spanning. In de onderbouw heb je ooit geleerd dat we dat Pascal noemen als bij druk. En dat is de afkorting PA. Zo. En dit getalletje is erg belangrijk, deze 39 miljoen. Want met dit getal kunnen we zeggen wat er aan de hand is met deze kabel. Kan hij deze massa wel of niet houden? Hoe wordt dat nou in het laboratorium getest? Hè? Wat materiaal aan belasting kan hebben en waar je de limiet overschrijdt. Dan wordt er een staafje in zo'n trekmachine geplaatst. Die wordt in deze twee klemmen gezet. En die klemmen worden uit elkaar getrokken. En dan zie je hier in de foto
dat die ergens een beetje dunner begint te worden. Dat noem je insnoering. Nou, zodra dat is gebeurd, dan heb je dus de limiet wel te pakken. Kijk, stel je voor, hè, jij als brugontwerper moet een keuze maken. We gaan deze staalsoort kiezen of we kiezen toch liever voor een andere staalsoort. En je krijgt van het laboratorium, die een trekproef heeft uitgevoerd van de beide materialen, deze foto's. De bovenste foto en de onderste foto. En jij als ontwerper, voor welk materiaal zou je nu kiezen? Bovenste of onderste? Onderste toch? Waarom onderste? Want dat is een clean gebroken en het is niet naar elkaar getrokken. Dat is ja. Bij de bovenste. Okay. Ja. We zien hier een verschil tussen de materialen. Deze snoert een beetje in, die is wat dunner geworden. En deze blijft even dik en die breekt dan. Nou, stel voor, jij bent bruginspecteur en jij moet rapporteren of een brug het wegverkeer kan houden of niet. Welk materiaal zou je dan liever zien? Welk materiaal geeft jou een waarschuwing? Van hey, de belasting is te veel geweest voor mij. Ik hou het bijna niet meer. Ja, de bovenste, door die insnoering. Hij is nog heel, die staalkabel van je brug, maar hij is wel ergens wat dunner geworden. Dus dat is zijn waarschuwing aan jou dat de belasting te veel is geweest. Hier bij de onderste is het in één keer voorbij en je ziet het niet aankomen, want het is dik gebleven en dan ineens breekt die kabel. Dat is precies niet wat je wil hebben. Je wilt juist dat die ergens nog een insnoering gaat vertonen, zodat je daar nog kan reageren. Je moet de brug sluiten en de kabel vervangen. Ja? En bij de onderste heb je dus een plotselinge breuk zonder waarschuwing. Die insnoering is je waarschuwing. Dat noem ik brosmateriaal. En hierboven dat noemen we taaimateriaal. Dat rekt nog een beetje uit, is nog niet gebroken, maar wel ergens dunner geworden. Ja, en als de belasting dan blijft voortduren, dan zal daar bij de insnoering het steeds dunner worden en je kabel gaan breken. Nou, zo'n laboratorium meet in zo'n trekproef de rek en de spanning en dat wordt in een grafiekje uitgezet. En dan zie je hier de typische vorm van de grafiek. Eigenlijk alle materialen die hebben wel deze grafiekvorm. Hier is de spanning, verticaal, en hier is de rek, horizontaal. Alle materialen beginnen wel met een stukje rechte lijn. En daarna een stukje vlak. En daarna een bult. Nou, in deze grafiek moeten we een aantal dingen kunnen herkennen. En dat laat ik je nu zien. Dat stukje recht hier, dat is waar je graag binnen wilt blijven. Dan zijn de spanningen en rekken nog beperkt en het materiaal kan dat makkelijk hebben. En dat noem ik elastisch gedrag. Als de belasting dan wegvalt, dan keert het materiaal dus netjes terug naar zijn oorspronkelijke lengte. En het is niet verzwakt, alsof er niks is gebeurd eigenlijk. Dat is elastisch gedrag. Nou, er zit ergens een knik in die grafieklijn. En tot meneer? Aan... Ja? Ja? Ik werd even gebeld door iemand, dus daarom ben ik even uit de les gegooid. Oké, okay. Maar ik ben er gewoon weer. Ja, goed zo. Nou, dat elastisch gedrag is het dus dat stukje rechte lijn. En daarna gaat die knikken naar het stukje horizontaal. Nou, tot die spanning. Dat is een belangrijke. Dat noem ik vloeispanning. Als je onder de vloeispanning blijft, dan is er niks aan de hand. Tot daar mag je het materiaal gewoon belasten. Want dan zit je in het elastische gebied. En dan is het allemaal goed. Je materiaal verzwakt er niet door, door die krachten die erop hebben gewerkt. Ja, dus dat moeten we herkennen als het gewenste gebied waarbinnen je blijft. Twee kenmerken, vloeispanning en hier elastisch gedrag. Op beide assen moet je dat kunnen aanwijzen.
Ja, wat gebeurt er dan als je toch gaat trekken aan dat materiaal met meer kracht? Ja, dan begint hij plastisch gedrag te vertonen. Dat is de rest van de grafieklijn. En daar wil je absoluut niet in terechtkomen. Bij plastisch gedrag keert het materiaal niet meer terug naar de oorspronkelijke vorm. De schade is definitief. Het materiaal is echt wel verzwakt op dit moment. Dit is ongewenst. Hier wil je niet in zitten. Dit is plastisch gedrag. En dan, als laatste, deze piekwaarde hier, dat noem ik de treksterkte. Kijk, bij plastisch gedrag is het nog niet zo dat je kabel gaat breken. Maar je zit wel in risicovol gebied. Maar ga je toch door tot een spanning in het materiaal boven de treksterkte, dan gaat er insnoering plaatsvinden. En dan heb je een probleem. Zodra de kabel ergens dunner is geworden, weet je dat de spanning meer is geweest dan de treksterkte. Er is insnoering nu. En op die plek zal het materiaal gaan breken als er een kracht aan blijft zitten trekken. Dat gaat gebeuren, dat kan je met zekerheid zeggen, op die plek. Je kan het precies aanwijzen. Dus ook die treksterkte is wel een belangrijke maat. Ja? Dus we hebben op de verticale spanningsas twee belangrijke begrippen, treksterkte en vloeispanning. En op de horizontale as van de rek, elastisch gedrag en plastisch gedrag. Oké, dan hebben we spanning nu ook gehad. Dan gaan we nog naar de elasticiteitsmodulus kijken, maar die is niet zo uitgebreid als die twee voorgaande. Kijk, ik pak die grafiek weer even terug. Het is natuurlijk logisch, we hebben dat vaker gedaan bij natuurkunde. Als we ergens een rechte lijn zien, en vooral hoofdstuk 1 bij beweging hebben we dat gedaan, dan is het logisch om daar een richtingscoëfficiënt van te berekenen. En dat noemen we dan de elasticiteitsmodulus. Dat is een materiaaleigenschap. Een soort van veerconstante, maar niet helemaal. Hoe bereken je een richtingscoëfficiënt van een rechte lijn? Hoe doe je dat bij wiskunde? Nou, je pakt een punt op de verticale as die je goed kan aflezen, die op de rechte lijn ligt. Je pakt het bijbehorende punt op de horizontale as. En dan doe je dus verticaal delen door horizontaal. Hè? En dat betekent bij ons spanning delen door rek. Bij wiskunde zou dat zijn y-as, y-coördinaten delen door x-coördinaat. En bij ons spanning delen door rek. En daar staat dus de formule waarmee we moeten kunnen werken. Maar hier staat niks meer dan de richtingscoëfficiënt bepalen van het rechte stukje lijn. Een elasticiteitsmodulus. En waar vind je die? Het is een materiaaleigenschap. Dus die vind jij in deze tabellen 8 tot en met 12 in BINAS. Zoals kookpunt en dichtheid zie je ook de elasticiteitsmodulus staan. Dan moet je dit in het rood wel weten. Als jij een hele hoge E vergelijkt met een hele lage E, hoe verschillen die twee materialen dan van elkaar qua gedrag? Nou, dan moet je weten dat taaie materialen, een beetje rubberachtig, elastisch, dat ze een lage E-waarde hebben. En stugge of brosse materialen hebben dus een hoge E-waarde. Ja, zo herken je dat aan de getalletjes als je ze naast elkaar zet. En hoe herken je dat in de grafiekvorm? Nou, als je beseft dat de elasticiteitsmodus een richtingscoëfficiënt is, wat betekent een hele hoge richtingscoëfficiënt? Dat de grafieklijn heel erg steil loopt. Ja? Want we weten dat de E de richtingscoëfficiënt is. En we horen te weten, een hoge E is een bros materiaal. Rekt niet veel uit. En het is de richtingscoëfficiënt, dus die grafiek gaat heel erg steil.
Dus op die manier moet je ook het verschil kunnen maken. Dus stel je voor, er worden twee grafieken aan je gepresenteerd en je moet vertellen welk van deze twee materialen is bros en welke is taai. En taai is dus wat elastischer. Nou, meer elastisch betekent dus dat die grafieklijn er minder stel uitziet, zoiets. Ja, dit is elastischer materiaal. Nou, en dan om af te ronden. We hebben net een berekening gemaakt aan die kabel, hè, waar 200 kilogram aan hing. We hebben toen gezien dat er 39 miljoen pascal aan spanning in het materiaal zit. 39 miljoen is mega. Kom je vaak tegen, dus je moet wel weten waar de mega voor staat. Als je dat niet weet, of je bent het vergeten, kijk dan alsjeblieft in Binance Tabel 2. Daar staat het allemaal in. En kan die kabel die massa van 200 kilogram nou houden? Ja of nee? Dan moet ik die 39 megapascal ergens mee vergelijken. Nou, in Binance Tabel 10 zie je gegevens van bouwmaterialen. En ik zoek staal op. En wat zie ik daar dan? Ik moet wel weten hoe ik met die tabel om moet gaan. Ik zie daar staan een treksterkte van 490 megapascal. En de conclusie is 39 ligt daaronder. Dus deze kabel is nog niet ingesnoerd. Dus hij kan deze belasting wel hebben. Hij zit misschien al wel in het plastische gedrag. Dan zouden we het met de vloeispanning moeten vergelijken. Maar er is geen risico dat de kabel zal gaan breken door deze belasting van 200 kilogram. Nou, dus je moet wel weten hoe je dat kan vertellen. Wat je met wat moet vergelijken. Oké, okay, nou, dan is dat het einde van